Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Mieke Breij, secretaris van de werkgroep Zaterdagmiddagmuziek Domkerk, in welke functie ik u vanmiddag welkom mag heten. U bent hier bij een concert dat tot een groter geheel behoort, want al bijna 50 jaar is hier iedere zaterdag, wordt dat georganiseerd door de werkgroep en de stichting Zaterdagmiddagmuziek. Met koor, solisten en orkest van de Domkantorij in nauwe samenwerking met onze domorganist. Natuurlijk ook een zeer hartelijk welkom aan onze oud-domorganist Jan Jansen. Die is daar nog. En zijn vrouw Christine, die sinds 1971, toen we hiermee begonnen, een enorm aandeel aan de zaterdagmiddagmuziek hebben geleverd. De eerste 20 jaar was dat onder leiding van domkantor Maarten Kooi, van wie Jan vanmiddag 2 orgelwerken zal spelen. Jan en Christine, we zijn natuurlijk heel blij jullie weer in ons midden te hebben. U behoort tot de 100 gelukkigen die kosteloos binnen konden komen vanmiddag. Voordat corona uitbrak waren er wel 200 of 300 mensen bij de concerten. En u begrijpt dat dit van grote invloed is op onze inkomsten. Toch willen wij deze vrije toegang graag zo houden. Om de kosten te dekken en ook de serie te kunnen voortzetten, wil ik u vragen of u na afloop uw waardering op gulle wijze wilt laten blijken. Dat kan in de schalen bij de uitgang voor contant. U kunt pinnen bij de pinzuil. En u kunt donateur worden van de zaterdagmiddagmuziek. Informatie hierover vindt u in het programma. Even nog een heel praktisch punt. Ik wil vragen of u even wil opletten of uw telefoon uitstaat. Want dit concert wordt zoals de andere concerten ook allemaal opgenomen. En is later via YouTube nog weer terug te zien. Dan geef ik nu aan het woord aan Jan Jansen en wens ons allen een heel fijn uur toe. Goedemiddag. Ja, we hebben een heel afwisselend programma met 3 eeuwen orgelmuziek uit Nederland, Duitsland en Frankrijk. De eerste 2 componisten, Hendrik Andriessen en Maarten Kooi, zijn beide in Haarlem geboren. En ze werkten ook alle 2 in Utrecht. Andriessen was organist in de kathedraal, hier in de Lange Nieuwstraat. En Maarten Kooi, hier kantororganist in de Domkerk. De ene was een katholiek kerkmuzikus en de andere een protestantse componist. De inspiratie voor Andriessen lag meer in Frankrijk, zou je kunnen zeggen. En bij Maarten Kooi was dat Duitsland met Diesler en Pepping. Ja, we eren Kooi vanwege de 50 jaar domkantorij en 50 jaar zaterdagmiddagmuziek. Het toeval wil dat de Sonate da Chiesa in het geboortejaar van Maarten Kooi is gecomponeerd. Dus Maarten lag in zijn wieg en Andriessen zat een straatje verder die sonate te componeren. Maar een jaar later, in 28, is hij naar Utrecht vertrokken. Een leidraad in het programma is het koraal. Van elke componist hoort u een koraal. Dat wil zeggen, de Sonata de Chiesa begint met een koraal in de trant van een sarabande. En de koralen van Bach en van Kooi zijn bewerkingen van bestaande koralen. Herzlich tut mich verlangen, dat kent u natuurlijk, want dat is dezelfde melodie als O Haupt vol bloed ontwonden. U hoort de melodie gespeeld met een uitkomende stem en dat is in dit geval het carillon. De andere koralen van Frank en van Mendelssohn, dat zijn vrij gecomponeerde koralen. Trouwens van Andriessen ook. Het koraal van Frank, de melodie van het koraal wat in dat stuk zit, dat wordt nog wel eens gezongen op een Ave Maria, zelfs hier in de Dom ook wel gezongen. En de melodie van Mendelssohn, daar hebben verschillende dichters al een protestants kerklied van willen maken.
Nou, nog iets over de werken. Het eerste werk spreekt natuurlijk voor zich, variaties over die koraalmelodie met een virtuose finale aan het eind. Dat koraal van Kooi is interessant om te vertellen. De melodie is het koraal. Midden in het leven zijn we door de dood omvangen. En het contrapunt, dus die melodie wordt gespeeld met de linkerhand. En het contrapunt bestaat uit een pedaalpartij en een rechterhandpartij. Nou, die rechterhand begint extreem hoog. En het pedaal begint met de laagste tonen. En die pedaalpartij gaat omhoog, die eindigt dan heel hoog, de registers worden veranderd. En omgekeerd, die handen die eindigen helemaal in de diepte. Dus het is een kruis. En daardoorheen komt die melodie. Kunt u best volgen. Het andere stuk, de toccata, is moeilijker te volgen. Is gecomponeerd in de zogenaamde 12-toonstechniek. Die was uitgevonden door Schoenberg. Begin van 1923 waren de eerste stukken daar. Dit stuk is uit 66. Het is heel levendig, allerlei kleuren en klanken. Van Bach, het koraal, uiteraard heb ik al verteld. De prelude en fuga is een van de latere werken. Prachtig prelude. En het fuga-thema is heel eenvoudig, heel simpel. Maar er komen steeds nieuwe contrasubjecten tegenaan, nieuwe tegenthema's. Dan wordt het toch een heel complex geval. Mendelssohn, ja, die heeft ontzettend veel gecomponeerd en ook heel veel orgel gespeeld. Met name in Engeland. Hij is 10 keer naar Engeland geweest om daar te spelen. En een Engelse uitgever vroeg hem toen, kun je niet wat mooie stukken voor mij schrijven? En hij heeft dus 6 sonates gecomponeerd en daarvan hoort u de 5e. En tenslotte Franck met zijn laatste orgelwerk, de Zwanenzang van César Franck. Een prachtig koraalthema, afgewisseld met toccata-achtige motieven. En in het midden is een mooi cantabile dat ook weer gecombineerd wordt met dat koraalthema. Nou ja, dat eindigt natuurlijk magistraal met dat koraal. Toccata-bewegingen er tegenaan. Een schitterende afsluiting. Ik hoop dat u ervan geniet en veel plezier.